Spreek je Nederlands? Klik dan op deze vlag. Do you speak English? Then click on this flag. Repelsteeltje. Zoek er dan nu eentje uit. Ben je klaar voor een nieuw avontuur? Daar gaan we. En nu, simsalagrim. Wat wil je daarmee zeggen, molenaar? Je kunt je belastinggeld aan zijn koninklijke hoogheid Frans Ferdinand van Simsala niet betalen. Heer Randolph, ik smeek u. Wij hebben dit jaar een zeer slechte oogst gehad. Lieg niet tegen mij, hier met dat belastinggeld. Of moet ik soms boos worden? Laat me los, u doet me pijn. We hebben zelf niet eens genoeg te eten. Oh, alsjeblieft. Laat mijn dochter met rust. Zij is mijn enig kind en ze is erg bijzonder. Oh ja? En wat is er dan zo bijzonder aan haar? Ze kan goud van stro spinnen. Goud van stro spinnen? Is dat echt waar? Volgens mij wel. Nou, eens kijken of dat echt waar is. Jij gaat nu met mij mee naar het kasteel van de koning. Oh nee, alsjeblieft niet. En nu ik hier toch ben, neem ik meteen die zak graan ook maar mee. Dit is onze kans. We moeten haar helpen. Snel, in de graanzak. In een graanzak springen is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch is het de enige manier waarop Jojo en Doc Croc de dochter van de arme molenaar kunnen volgen. Help jij Jojo en Doc Croc om via de stroobalen in de zak van Graaf Grijpgraag te springen zonder dat hij het merkt? Zoals je ziet is dat helemaal niet zo makkelijk. De stroobalen bewegen namelijk op en neer. Gebruik de pijltjestoetsen op je toetsenbord om Jojo en Doc Croc van de ene stroobaal naar de andere te laten springen. Zo kunnen ze in de graanzak van Graaf Grijpgraag komen. Hier kun je aangeven of het spel gemakkelijk, niet zo moeilijk of zeer moeilijk moet zijn. Verdwijn,
Voor ongedierte is er in mijn graan geen plaats. Geweldig! Nu kunnen Jojo en Doc Croc de dochter van die arme molenaar helpen. Wees maar niet bang. We brengen je dochter weer bij je terug. Mijn beste graaf Grijpgraag, wat fijn dat u er weer bent. Heeft u nog wat geld voor de lege schatkisten van mijn arme koninkrijk meegenomen? Helaas is dat alles wat ik gekregen heb. Och, wat jammer nou. Waar blijft al dat geld toch? Hoe moet ik nu al die hongerige gezinnen in mijn land helpen? Die Randolph is een echte schurk, maar volgens mij is de koning wel oké. Die arme mensen in mijn koninkrijk. Hoe kan ik ze helpen als ik geen geld heb? Arm kind. Als ik weer wat geld heb, help ik ook jou hoor. Majesteit, dit meisje is de oplossing voor al onze problemen. Dit meisje? Hoezo? Volgens haar vader kan ze goud van stro spinnen. Is het waar wat je vader heeft gezegd? Kun jij dat echt? Ik kan het proberen. Geweldig! Laat meteen een pakhuis met stro vullen. Hoe moet ik dat allemaal voor mekaar krijgen voor morgen vroeg? Wees niet bang, Sissy. Wij helpen je wel. Maar hoe? Goud van stro spinnen? Dat kan toch helemaal niet? Misschien is er toch een manier om goud te maken van dit spul. Als we het stro nou eens goudkleurig verfden... Wie ben jij? Laten we zeggen iemand die jou kan helpen. Oh ja? Hoe dan? Kun jij soms goud van stro spinnen? Ha, geen probleem. Tenminste, als jij mij die mooie ring van jou geeft. Ik weet het niet. Nee, vooruit dan maar. Hé, au! Sissy's ring is op de grond kapot gevallen. Kun jij de ring weer goed in elkaar zetten? Zo zag de ring eruit voordat hij kapot ging. Sleep de puzzelstukjes met de ingedrukte muisknop naar de juiste plaats. Hier kun je aangeven of het spel gemakkelijk of moeilijk moet zijn. Beste ringenmaker van heel Simsala.
Goed, aan het werk dan. Er is nog een hoop te doen. Maar dat is... Dat is... Ongelooflijk! Zoveel goud! Zoveel goud! Oh. Wauw! Oh, dankjewel! Eindelijk heb ik genoeg geld voor al mijn arme onderdanen. Majesteit, ik denk niet dat er genoeg is voor alle onderdanen. Misschien moeten we haar nog een nachtje laten spinnen. Ja, denk je dat je dat nog kunt? Voor alle hongerige mensen in mijn land. Hemeltje, wat een grote berg stro. Misschien hebben we geluk en komt dat kleine mannetje ons weer helpen. Ik hoor helemaal niets. Er zwaait wat voor je als morgen niet alles in goud is veranderd. Randolf is een echte schurk. Oh, het is hopeloos. Zelfs als die dwerg hier zou zijn, kon hij nog niet helpen. Waar blijft dat gekke mannetje nou? Zonder hem zijn we er geweest. Aha, dus jullie kunnen niet zonder mij, hè? Wat kun je mij deze keer geven? Ik weet het niet. Ik heb niets. En die mooie halsketting dan? Maar die heb ik nog van mijn overleden moeder gekregen. Oh. Je krijgt nu eenmaal niets voor niets in deze wereld. Wees nu stil en laat mij rustig mijn werk doen. Verdorie, ik heb mijn gouden spoel thuis laten liggen. Dan zit er maar één ding op. Ik moet een nieuwe spoel toveren. Wat heeft Repelsteeltje nodig om een nieuwe spoel te maken? In deze kast vind je alles wat je nodig hebt. Helaas zijn de 7 ingrediënten van het geheime recept voor gouden spoelen nog maar gedeeltelijk ontcijferd. Welke denk je nodig te hebben? Sleep de ingrediënten die je voor het maken van een gouden spoel nodig hebt met ingedrukte muisknop naar de kookpan. Mais. Een lepel honing. Een zonnebloem. Messing schroeven. Een gele sok met gaten. Een pauwenveer. Het vel van een worst. Erg mooi. Maar het moest toch een gouden spoel worden? Voorzichtig! Tja, dat was dus geen succes. Oh, als Randolf dit ziet, sluit hij mijn vader en mij direct op. Afgelopen. Ik ben er geweest. Wil je dat die gemene kabouter Sissy niet helpt? Wil je soms dat Sissy en haar vader in de kerker belanden? Nee. Oké, we proberen het nog een keer. Een zonnebloem. Mais. Een lepel honing. Messing schroeven. Een gele sok met gaten. Een zak zonneschijn. Een half blikje schoenpoets. Een gerafeld stukje touw. Erg mooi,
Maar het moest toch een gouden spoel worden? Messing schroeven, een zonnebloem, mais, een lepel honing, een gele sok met gaten, een zak zonneschijn. Een eidooier. Goed werk! Je hebt het geheim ontdekt. Nu kan Repelsteeltje weer verder gaan met spinnen. Ja, je verdient echt een oorkonde voor de beste gouden spoelenmaker ter wereld. Vul je naam in en klik dan hier. Ongelooflijk! Het is haar gelukt. Nou, helemaal niet gek. Ah. Hey, Krokkie, kijk hier eens. Je bent gewoon geweldig. Hoe kan ik je ooit bedanken? Maar majesteit, ik denk toch dat deze kleine heks nog één nachtje moet spinnen. Ik wil niet dat je zo over dat meisje spreekt. En trouwens, we hebben nu al meer dan genoeg goud. Het spijt me, majesteit. Maar hebben we echt genoeg goud om ook in de toekomst voor alle arme mensen in uw koninkrijk te kunnen zorgen? Misschien heeft hij gelijk. Help ons alsjeblieft voor de allerlaatste keer. En je wordt mijn koningin. Hij wil met me trouwen. De koning wil met me trouwen. Het is alleen de vraag of die vervelende Randolf daar geen stokje voor steekt. Hoe dan ook, eerst moet al dat stro in goud veranderd worden. Hopelijk komt die kleine dwerg weer. Anders hebben we echt een probleem. Maar ja, al kwam hij terug, ik heb niets meer om hem te geven. Je kunt hier niet zonder mij, hè? Wat heb je dit keer voor me in de aanbieding? Ik heb niets meer over. Maar als ik koningin ben, kun je zoveel goud krijgen als je maar wil. Geef me je eerste kind. Dan help ik je nog een keer. Ben je helemaal gek geworden? Wat jij wilt, mijn kleintje. Wil je soms dat jij en je vader door Randolf worden opgehangen? Hij heeft gelijk. Ik heb geen andere keus. Als ik het niet doe, straft Randolf niet alleen mij, maar ook mijn arme vader. Precies. Zeg dat dan meteen. Waarom gaat hij niet verder? Hoe ging dat liedje ook alweer? Dat is ook wat. Repelsteeltje is zijn lied vergeten. Help hem de melodie terug te vinden, anders kan hij geen goud meer spinnen. Luister goed naar de melodie. Probeer de melodie nu na te spelen. Klik met de muis op de juiste vaten en in de juiste volgorde. Ben je de melodie weer vergeten? Klik op Repelsteeltje en hij neuriet de melodie nog een keer voor je. Hier kun je aangeven of het spel gemakkelijk, niet zo moeilijk of zeer moeilijk moet zijn.
Allerliefste Sissy, ik vraag je, wil je met me trouwen? Ja, graag. Zag je dat? Randolf is weer bezig zijn buidel met goud te vullen. Majesteit, wist u trouwens dat Randolf steeds goud van u steelt? Nee, dat geloof ik niet. Randolf, verklaar je nader. Zijn buidel zit vol met goud. En als we zijn kamer doorzoeken, vinden we vast en zeker nog veel meer goud. Maar majesteit, u luistert toch zeker niet naar zo'n aardworm? Majesteit, zoals u ziet is mijn kamer helemaal leeg. Ik heb niets gestolen. Dat is een zeer ernstige beschuldiging van jou en je vrienden. Hebben jullie daar ook bewijzen voor? Ik weet het zeker. Randolf moet ergens een geheime bergplaats hebben voor het gestolen goud. Maar waar? De geheime schatkist van Graaf Grijpgraag. Heeft hij het gestolen goud echt hierin verstopt? Om daarachter te komen, moet je eerst het dikke slot openen. Dit is de combinatie die je nodig hebt om het slot te kunnen openen. Klik op een figuur om de cirkel met figuren te laten draaien. Probeer door te draaien de juiste combinatie te vinden. Hier kun je aangeven of het spel gemakkelijk, niet zo moeilijk of zeer moeilijk moet zijn.
Fantastisch! Jij bent de beste schatkistenopener van het hele koninkrijk. Verdoor. Ze hebben gelijk gehad. Je hebt mij en het volk verraden. Voor straf moet je al je bezittingen aan de armen geven. Ik wil dat je daarna verdwijnt en nooit meer terugkomt. Eindelijk. Nu is er niets meer dat ons huwelijk nog in de weg staat. Sissi is gered en gaat met de koning trouwen. Laten we maar weer gaan. Simsalagrim! Nou, voor ons is het verhaal afgelopen. Maar waar is ons Simsalagrim-boek? Wat ben je toch een snoesje. Heren, ik kan jullie niet genoeg bedanken. Jullie zorgen zo goed voor ons kind. Graag gedaan. Helaas moet ik nu weer gaan. Mijn volk heeft me nodig. Volgens mij ben jij mij nog steeds iets schuldig. Laat die twee met rust, anders krijg je met ons te maken. Oh, nu ben ik echt bang. Ik sterf liever dan dat ik jou mijn kind geef. Je hebt het beloofd. De baby is van mij. Geef onmiddellijk die baby terug. Alsjeblieft niet. Ik doe alles voor je als ik mijn kind maar mag houden. Oké. Ik geef je nog één kans. Luister, we gaan een spelletje spelen. Mijn naam is absoluut geheim. Als je mijn naam voor zonsopgang op de derde dag raadt, mag je je kind houden. Raad je mijn naam niet op tijd, dan wordt de inzet verdubbeld en krijg ik dit kind en je volgende kind. Ik ben bang dat ik geen andere keus heb. Frits? Fout. Hans? Het lijkt er niet eens op. Psst. Bruno? Mis. Ga door. Hebben jullie nu al geen idee meer? Johan? Nee. Psst. Govert? Nee. Ga door. Hebben jullie nu al geen idee meer? Schatje, het is bedtijd. Ik kom zo, lieverd. Het is bedtijd. Ik kom zo, lieverd. Psst. Theo. Nee, weer fout. Nou, ik moet gaan. We zien elkaar morgen nacht wel weer. Maak je geen zorgen. We zoeken het hele land af op zoek naar nog meer namen. Precies. En morgen nacht zijn we weer terug. Oh, dank je wel. 10.143 namen uit het hele land. Ik eet mijn hoed op als zijn naam er niet bij zit. Ik zou maar vast bestek klaarleggen als ik er niet was. Zo, vrienden. Ik ben erg benieuwd welke namen jullie gevonden hebben. Wacht maar, lelijke dwerg. We vinden je naam vast wel. Henk? Koen? Berend? Nee. Kasper? Melchior? Balthazar? Helemaal fout. Ik ga naar bed, liefje.
Kwik, kwek, kwak. Nee, nee, nee. Hazewindhond, stingdier, mijn kukkel. Onzin, natuurlijk niet. Stierkikker, vrottepad, slijmbal. Erg leuk, maar allemaal fout. Snotneus? Kippenkont? Koeienoog? Nee, helemaal mis. Jullie hebben je best gedaan, maar dat was helaas niet genoeg. Volgende nacht beter. Misschien. Niet verdrietig zijn, Sissy. We volgen hem en zorgen ervoor dat we zijn naam te weten komen. Zo is het. En we zijn in ieder geval weer op tijd terug. We zijn die kerel uit het oog verloren. Nee, er moet hier ergens nog een spoor van hem zijn. Auw! Kijk daar, een afgebroken tak. Ik durf te wedden dat hij daar langs is gekomen. Denk je dat echt? Ik weet het zeker. Kom, hier loopt een weggetje. Oh, wat is het hier donker. Oh jee, de weg naar Repelsteeltje is donker en gevaarlijk. Kun jij Jojo en Doc Krok helpen hem te vinden? Onthoud goed de weg die door het donkere bos naar het kampvuur van Repelsteeltje loopt. Probeer de weg met de muis te volgen. Maar pas goed op, want als je van de weg afraakt, kom je in het struikgewas terecht. Auw, kijk uit waar je loopt! Hier kun je aangeven of het spel gemakkelijk of moeilijk moet zijn. Brrr, wat is dat water koud? Waarom staan hier toch zoveel bomen? Kan niet meer. Kijk hier eens. Eindelijk is een sprookje waar wij ook wat aan hebben. Ik kan niet meer. Ik ook niet. Eet nog wat. Hoe dikker jullie zijn, des te lekkerder jullie smaken. Wil je echt dat het verhaal hier afloopt bij de boze heks? Nee, ja, ja, nee, ja, 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 nee. Uitstekend! We gaan nog een keer op zoek naar dat kleine mannetje.
Fantastisch! Jij bent de beste padvinder van de hele wereld. We hebben hem gevonden. Sst. Sst. Zoals je wilt. Noem dan eindelijk mijn naam. Ik ga even een wandelingetje maken, schat. Ga je mee? Nee, liefje. Ga maar zonder mij. Ik luister. De tijd is bijna om. Knobbelneus, moddersok, griezelgebit? Nee. Ik probeer het nog één keer. Heet je misschien... Repelsteeltje? Dat heeft de duivel je verteld. Ik verlies mijn krachten! Nee! Grote goedheid! Wat gebeurt hier in hemelsnaam? Maak je geen zorgen, er is niets aan de hand. Het gaat geweldig met de baby. Dan is het goed. Vergeet je niet dat je vader vandaag komt? We moeten nog veel doen. Is ons gelukt. Repelsteeltje is weg en we hebben de baby gered. Wil je met het spel stoppen? Ja? Simsalagrim! Oké, tot de volgende reis naar het land van Simsala. Daag!